Hallo. Vandaag is de... Nou ja, vandaag niet. Het was van de week, was het oudere dag. En ja, laten we daar eens een tekening bij maken. Ouderen. Hoe zien wij ouderen? En hoe worden ouderen vaak uitgebeeld? En ja, ben je wel oud of blijf je je altijd jong voelen? Ja, ik voel me nog steeds hartstikke jong. Maar ja, ondertussen word ik ook gewoon ouder. Ja, maar jong van geest ben. Hè? Oudere dag. Teken je weer mee? Nationale Ouderendag vandaag. Ja, wat gaan we daar nou bij tekenen? Nou, misschien moeten we eens twee oude mensen tekenen. Ja, hoe teken je nou oude mensen? We tekenen gewoon wat. Nou, oude mensen hebben vaak een bril op. Best wel lastig, hè? Ik geef de man een snor. Zo. En, zo. En even een beetje kalend. Zo. Natuurlijk wat pootjes aan die bril, want dan blijft de bril niet zitten. Borstelige wenkbrauwen. Zo. En de rimpeltjes. Zo. Nou, dit is al een wat oudere man, hè. Zo. Stropdasje. Goed, oudere meneer. Hij heeft zijn handen in zijn zakken. Zo. Misschien moet hij me laten leunen op een stok. Zo. Oude man met stok. Een toppels aan. Zo. Een beetje kreukelbloes. Zo. Goed. Zo wordt een oude man dan... Misschien afgebeeld, hè? Dat kan natuurlijk ook anders. Oude mannetje, je hebt ook nog wel vroeger was opa, was altijd met een pijp. Nou, tegenwoordig wordt dat niet meer gedaan, want de meeste mensen roken niet meer. Hè? Of tenminste, dat mag niet meer afgebeeld worden, want dat is ongezond, een pijp. Is natuurlijk wat voor te zeggen. Ik zal hem even wat hoger zetten, want jullie zien helemaal de onderkant niet. Zo, ik heb mijn blaadje wat hoger gelegd. Misschien moet de camera zelfs iets kantelen. Dat kan ook nog. Oh, of iets uitzoomen. Dat is natuurlijk handiger. Zo, dan zie je weer heel mijn blaadje in ieder geval. Goed. Oudere dag. Ja, dan moet er natuurlijk ook nog een oudere vrouw bij. Hoe ziet die er dan uit, hè? Dat laten we dan ook maar een oud vrouwtje tekenen. Die is wat kleiner. Ook een brilletje, zo. Nou, die heeft nog wat krullen, zie je. Dit oude vrouwtje. Zo. Zo.
een beetje een mantelpakje aangeven en zo. Dat ze van hem houdt. Ja, het gaat wel nog bij. Nou, misschien een oorbellen. Zo. Oudere dag. Een oude dame, een oude heer. Ja, en wanneer ben je oud? Nou, dat is altijd weer een vraag. Hè. Tegenwoordig, mensen sterven ook jong. Nou ja, vroeger ook al hoor. Maar wanneer ben je oud? Volgens mij ben je zo oud als je je voelt. Ja. Ik word dit jaar 50 en ik kreeg opeens het Plus magazine, of tenminste een uitnodiging daarvoor om daar lid van te worden. Ja, maar zo oud voelde ik me toch echt nog niet. Ik ben dan wel, of tenminste ik word dan wel 50, maar ja. Dan, om nou gelijk me dan oud te noemen, ja, dat vind ik dan ook weer overdreven. Goed, oudere dag. Ja, wat hoort er nog meer bij oudere dag? Nou, ik dacht bijvoorbeeld... Een glaasje advocaat. Ze zitten in van die aparte glaasjes. Speciale advocaatglaasjes daarvoor. Zo'n plat, langwerpig glaasje zo. Nou, een advocaat. En daar op die advocaat zit altijd een... Nou ja, zit altijd... Daar hoort een dot slagroom bij. Zo. Advocaat is geel. Nou, dat doe je dan daarin en dan... Daar moet eigenlijk ook dan nog een lepeltje bij. Zo. Een glaasje advocaat. Goed. Ja, maar nog meer bij oudere dag. Ja, je kan van allerlei dingen nog verzinnen. Ouderen houden altijd ook wel van een gebakje. Bonbonnetje. Houden ervan om kleinkinderen te verwennen als ze die hebben. En ja, we zouden wat meer aandacht voor ze moeten hebben, voor die ouderen. Want ja, ze vereenzamen. En zeker met corona is er heel veel vereenzaming geweest. He, ze zaten letterlijk en figuurlijk opgesloten. En ja, ik zou zeggen iedereen een fijne oudere dag vandaag. En denk eens aan de ouwetjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.